Op de plek van het huidige Voorburg werd bijna 2000 jaar geleden vlakbij Leiden aan de Vliet door de Romeinen de ene oudste stad van Nederland gesticht, Forum Hadriani. Archeoloog en schrijver Tom Buitendorp heeft er een nieuw boek over geschreven, De Vergeten Stad. Onder leiding van Casper Reuvens, directeur van het Rijksmuseum Oudheden in Leiden, werd de oude Romeinse stad opgegraven.